vertel even wie je bent. Ik ben Jan van der Waal. Ik ben ondernemer, bedenker van FSB Duvalon. Wat wil een ondernemer hier vertellen? Nou, ik mis wat. In de periode dat wij intensieve mantelzorg verrichten voor mijn schoonmoeder, was ik eigenlijk huisbaas. En wat je ziet is dat er van alles gebeurt. Er is thuiszorg, er is zorg vanuit de kerk, familie enzovoort enzovoort. Maar ik blijf wel die huisbaas die in en om huis alle klusjes moet doen. Bijvoorbeeld de thuiszorg breekt de douchekop van de muur en ik mag het repareren. Of de lamp kapot, Jan draait even een nieuwe in. Of ja, nou, de intercom defect, Jan moet het even fixen. Al die klusjes. En dan heb ik het nog niet over de plantjes in de tuin, de kamperfoelie die gesnoeid moet worden. Of de ritjes naar het ziekenhuis, enzovoort, enzovoort. Maar de vraag is natuurlijk, wie doet dat straks voor de mensen die geen kinderen hebben? Dan zou ik zeggen Jan. Wie doet dat straks voor de mensen waarvan de kinderen ver weg wonen? Dan zeg ik ook misschien Jan. Ja, inderdaad. Want er zijn altijd mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben. En het is niet altijd zo als de overheid doet geloven. Een participatiemaatschappij, alleen gebaseerd op vrijwilligers, bestaat eigenlijk niet. Wat je ook ziet is dat als er mensen zijn die echt beroep doen op familie en kennissen, dat maar 20% van die hulpvraag daadwerkelijk vanuit familie en kennissen opgelost wordt. Het Centraal Planbureau heeft daar een heel onderzoek naar gedaan. En je ziet dus ook dat er een aantal vrijwilligers weliswaar hun bijdrage leveren, maar dat dat veel te weinig is. En ik denk dus als ondernemer van daar wil ik wat aan doen. Ik wil een laagdrempelige manier van zorg ontwikkelen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe? Bijvoorbeeld om mensen in te gaan schakelen die momenteel in de WW zitten. Je kent ze wel. Mensen uit de zorg die ontslagen zijn vanwege alle bezuinigingen, zitten in de WW, kunnen hun inkomen niet missen. Hè? Want daarom werken ze uiteindelijk. Maar je kunt ze wel opnieuw inzetten voor de zorg van ouderen. En dat is gewoon door op een manier tegen een vastgesteld uurtarief zeggen van daar kun je voor werken en daar gaan we het voor doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, dan heb je wel de vakman en vakvrouw weer dicht bij de cliënt staan. Maar je hebt ook mensen die, en met name ouderen, die in de problemen komen als ze straks langer zelfstandig moeten blijven wonen. Wie gaat die lamp indraaien? Jan. Uiteraard. Dankjewel. Ja.